Afgelopen week werd Ronald Koeman de laan uitgestuurd bij zijn droomclub Barcelona. Op voorhand al een mission impossible bij een vereniging die alleen nog smoel had vanwege de aanwezigheid van de beste voetballer ter wereld, Lionel Messi. Trainers behoren sowieso niet tot een benijde beroepsgroep. Want hoe groot successen ook jarenlang zijn, er komt altijd een moment dat gebrek aan nieuw talent, een bedorven groepschemie of pure sportieve pech roet in het eten gooien. En de coach kind van de rekening wordt en, meestal via de zijdeur, mag vertrekken. Maar soms zijn gebrekkige prestaties niet de reden om een trainer eruit te gooien. Sterker nog, soms volgt ontslag na misschien wel de beste teamprestatie van de laatste decennia. Het overkwam Peter Peters. De ex-profrenner werd na een dienstverband van 11 jaar door de Belgische wielerbond na het laatste WK in Roubaix zomaar bij het grof vuil gezet. De oogste Noord-Frankrijk? 1 keer goud, 4 keer zilver, 1 keer brons. Het succesvolste WK op de piste ooit voor onze zuidenburen. Maar waarom moest onze landgenoot dan toch het veld ruimen als bondscoach? Het blijft giswerk, maar wel gericht giswerk, want Peters is niet de makkelijkste. Of zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen, jene gewone, of een echte Hollander. Zelf werkte ik ook een aantal jaar met hem en toegegeven, hij was toen ook wel eens kortaf, onduidelijk in de communicatie en stug. Maar oog voor talent hebben is geen gewenste gedragsnorm, maar een gegeven gave. Onder zijn hoede werd Jens Maurits een van de beste achtervolgers en Peter Schep een van de beste klassementsrenners ter wereld. Domineerden Theo Bos en Teun Mulder de mondiale sprint en krabbelde Leontien van Moorsel uit het dal richting WK en Olympisch goud. Soms belemmert de wet van de remmende voorsprong een team om het beste uit zichzelf te halen. En blijkbaar belemmert dezezelfde wet een bond om een coach, die blijkbaar niet zo lekker meer ligt, maar verdoemen alsmaar blijft presteren, op tijd te zeggen waar het echt op staat. Hopelijk vindt Peters een ander land dat wel een zetje omhoog kan gebruiken. Vanaf de basis opbouwen en beloften spotten en laten groeien. Het ontwikkelde oog van de nukkige meester is in deze tijden van soepel communicerende laptoptrainers namelijk uitzonderlijk en daarmee een enorme verademing. Maar helaas is daar echter geen woord Vlaams bij.